Eens even kijken. Eens even kijken. Ik moet wel lange broek hebben, mama. Ja, goed zo. Ja, neem hem mee. Pak je stok. Ja. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 21 maart 2022 en het is nu 2:15 in de middag. Ja, ik ga even mij vationeren, want ik moet eventjes mijn haar even goed doen. En dan ga ik even vanavond even onder de douche. Ja, is ook een hele goeie. En Roos nou even met de hondjes. En wij gaan nog even zo de hort op. Dus wij wensen jullie gewoon weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Denk het niet, want die is sneller. Dat is een mooie afstand. Tussen deze witte busje en tussen die Seat. Dat is een mooie afstand. Dat is een mooie afstand. Ja, rijden! Ga, oh, irritant. Nou, waar is mijn auto? Waar is mijn auto? Ik zie hem niet. Zie jij hem wel dan? Ja, ik ben het verte. Ja, in de verre, verre verte, ja. Nou. In de verte. Die kan wel doorheen. Zo, toch. En toch maar een stukje naar achteren. Wauw. Nee, die auto die hier bij de verkeerslichten staat. Die was een beetje te ver door gereden. Dus die ging weer een heel stuk naar achteren. Heel goed. Ja, dit hier. Ja, ik zal het hier maar niet doen, want hier staat een flits. Oh nee, daar. Verder pas een flitskast. Waar zullen we wonen? Den Haag of stadsdeel Leidschendam-Ivenburg? Want dit is Den Haag. Ja. En dat is stadsdeel bij dat blauwe bordje daar aan de overkant. Okay. Ja, moet je hem opletten. Hier rijdt dat rood. Ja. Yeah. Hier. Hier en hier heb je dus namelijk stadsdeel Leidschendam-Ivenburg. Ja, dat was het. Ja, stom kijk. Ik vind dat zo mooi. Het 2:30 bijna. Ja. Het wordt wel weer iets en goedkoper. Elke dag weer een beetje meer. Domme gat. Zo. Huisjes bouwen. Niet gaan slingeren. Dat is ook nergens nodig.
anders goed wel wat ik bedoel. Slingen voel ik dat ook. Nee, niet, en niet erg, want ik merkte net dat je dit deed, schat. Dan moet je, nee. Nee, maar gewoon naar rechts. En niet, ja, maar schat, ik merkte het. Dat je dit ging doen. En daar kan ik heel slecht tegen. Gewoon normaal rijden, zoals je normaal doet. Weer rijden, nog ook. Maar ik mag nog niet rijden. Schat, ik ben maar dat gaat als ik rij en dan ben ik nooit moe. Nee. Jij niet. Ik wel de hele tijd gewoon daar even. Echt nooit? Ja. De hele tijd zit het gewoon sleuk. Sleuk. Toen maar meneer. Ja. En toen? Nee, dat kan niet. Kruisingen blokkeren doen, daar zijn we heel goed in hier. Huh? Als we straks thuis komen bij mij, ja, zou je mij dan even willen leren hoe jij dus vrij af moet gaan vragen via de site? Graag. Ik kan leren. Ja, maar dat is dus ook het leren, schat. Het voordoen dan, en dan leer ik daar wat van. Ja, maar je moet het even zeggen van, hey, ik hier ga daar naartoe, dan kan je dat erin schrijven of iets erin schrijven. Ja, gek hè? Ik heb er niks van. Dat heb ik niet gezien. Ja, maar ik kan het wel zien, schat. Ja, dat is goed. Ik weet dat ik niet kan, om te laten rijden. Schat, ik zie het. Ja, dat is mooi. Nee, dat weet ik. Jammer, hè? En dan 2 april moeten we hier ook naartoe. En naar die vogel daar. Die daar. Die kraai. Nee, dat is een vogel, schat. Het is geen kraai. De kraai is geen vogel. Nee, maar schat, het is een vogel. Ja, de kraai is ook een vogel. Niet alle vogels zijn kraai. Zo, ik wil net zeggen, lampje aan doen en zo. 2 collega's, ja. Marcelo, ja, dan krijg je hier een invoeging. Dat en dat weet ik al. Zo, maar jij weet er ook zoveel. Ja, dat weet ik. Sorry. Waar krijg je? Hè? Nee, hier. En hier heb je eigenlijk en ook eigenlijk een stukje waar. Maar heel veel mensen weten dat en dat dit in dit stukje niet. Dat je eigenlijk dus. Hè? Uitvoegen, invoegen, het is net even dat en dat je erop moet eigenlijk. Ja. Dit vind ik een uitvoegstof. Ja, schat. Ik vind dat. Ik heb het zelfs gevonden. Zullen we met een traagles moet je het vooral doen, maar niet? Een lesauto. Niet hier. Dan moet je. Je moet hier ertussen gaan douwen. Bij die grote winkel, zeg maar. En bij die Aziatische winkel. Staat nog niet. Hè? Huh? Staat nog niet. Nee, je ziet vanzelf in die hele grote groene bord. Ja, ja, ja. Zie je nog rechtdoor?
zien jullie Ro ook nog weer even, hè schat? Hi! Wat zie je er keurig en netjes en mooi uit, schat? Met mijn petje. En met je petje, helemaal goed. Rechtdoor trouwens. Ja. Dus, het is mooi weer, jongens. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja. Gisteravond dat ik de hondjes uit liet, was het echt gewoon nog koud. Ja. Helemaal goed. Ja, helemaal goud. Helemaal top. Dus, heb jij nog wat te vertellen? Nee, eigenlijk niet. Dat ik moe ben. Ja, dat ben ik ook. Vanavond weer lekker werk op de soos. Op de soos nog wel. Ja. Als je nou een stukje naar voren gaat, meneer. Kijk, is leuk. Als je nou gewoon hier, en hier heb je dus namelijk streepjes, als je daar overheen gaat, dan vragen dus namelijk de verkeerslichten aan om dus op groen te gaan. Maar nu blijft deze meneer waarschijnlijk heel lang wachten, maar dat is zijn probleem. Maar dat is wel grappig. Heel veel mensen weten dat dus namelijk niet. Nee. Je moet echt gewoon over de, met je banden moet je hierop gaan staan. Hé, hey, meneer begrijpt hem. Je vraagt al eerst wat een stukje verder aan, maar je moet eigenlijk, je meldt het. Zeg maar. Je meldt het van, hé hey joh, ik sta te wachten. Want je rijdt er al eerder overheen, zo'n stukje verderop. Ja. Maar dan hebben ze zoiets van, hé, er rijdt een auto. Maar dan zien ze nog niet in dat je staat. Nee. Dus, maar ja, we mogen weer. Collega's van de ambu. Ja, collega's van de ambu, ja. Ik ga naar boven. Ja. Handig. Nee. Wanneer gaat hij open dan? Gaat niet echt open. Juist nu dan. Eens even kijken. Eens even kijken. Ik moet wel lange broeken hebben namelijk. Daar is Roel altijd wel weer goed in om dat te zoeken. Maar Roel is even beneden. Nou, ik ga even kijken welke maat. Hey. Alles staat hier lekker door elkaar, dus dat is sowieso. Deze ziet er redelijk netjes uit. Die ga ik sowieso passen. Sowieso passen. Ik ga even mijn spullen even bij elkaar zoeken. bmw.motorrad.nl En maar hij heeft zijn spiegels onder. Grappig. Nog nooit zo gezien. Moet jij je voet niet even van het asfalt halen, zo wat, meneer? Nee. Is toch gevaarlijk? Hij rijdt ook aardig door, moet ik zeggen. En nu pas. Nee, blijf maar. Ja, doe maar. Ja, wat ga je dan?
mag veel, maar het is een openbare weg. Dus, een KP'tje. Knop houden. Nou, rij je met dat ding. Nog steeds je poot. Is het een nieuwe rij of zo? Zit weer lekker in de auto, lekker aan het wachten op Ro of Ro bel op me zo meteen van waar ik ben, want ik ben niet meer in het winkelcentrum, want ik zit lekker in de auto, ja. Maar mijn spanningen lopen hoog op, moet ik zeggen, weer, ja, weer. Want woensdag heb ik namelijk een rijles van dik 2 uur. En als dat goed gaat, dan heb ik het weekend afrijden. Dus ja. En dan ook nog het geval dat mijn pijn weer terug is. En dat ik lekker misselijk heel veel ben. Dus ja. En je zal maar een hele makkelijke kenteken hebben. 41, 3 keer P en een 6. Ja, zo handig. Ja. Nou, en de auto is ook weer schoon. Die hebben we vandaag even schoon weer gespoten. En door de Sahara zand. Het is aardig erin getrokken op en op de motorkap. Dus dat is ook niet helemaal lekker, moet ik zeggen. Maar... het is wel weer schoner dan wat het was. Ja. Dus, ach ja. Verwacht op Ro, hè? Ja. Het is nu ook alweer bijna Nou, niet bijna. Het is 6:10. Dus zo meteen lekker naar huis. En dan even voor mezelf, even niks. Want daar is ook al. De spanningen lopen echt hoog op bij mij. Het huilen staat me eigenlijk nader als lachen. Omdat ik, weet je, de spanning van slaag ik wel, slaag ik niet. Mijn theorie dan had ik ook dat ik gewoon en voor dat scherm zat en zoiets van, haal ik het wel. Maar ik ben toch geslaagd. En dat kan er nog steeds niet echt bij mij erin, zeg maar, dat ik geslaagd ben. Dat snap ik gewoon nog steeds niet. Ja, ik ben inderdaad geslaagd, maar... het dringt niet echt nog steeds en tot me door. Ik snap het niet. Ik begrijp het gewoon niet. Dus ja. Ik kan het gewoon niet echt bevatten, zeg maar. Dat ik geslaagd ben. Dus nou, daar komt Ro ook alweer aangeloopt. Maar daar zeg ik al. Het is gewoon echt, het zit even... niet tot hier dat ik gewoon relaxed ben. Totaal niet. Nee, dag. Doei, ik niet. Dus nee, maar dat zeg ik. Het is voor mij eventjes weer dat het tot daar zit, wat ik net ook al een paar keer zeg. Maar kijk uit voor dat je. Wie daar? Zo. Hi. Hi. Maar kijk eens en naar de kenteken voor je neus. PPP. Ja. 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 41, 3 keer P en een 6. Ja. Mm-hmm. Smakelijk. Mm-hmm. Zo, dus nee, maar ik zeg net, kan je eventjes aan de deur even dicht doen alsjeblieft? Dat vind ik voor mij fijn aan lullen, praten. Maar misschien dat je ook even mee kan praten, want ik zeg net namelijk tegen de kijkers van, ik kan het nog steeds niet helemaal bevatten en snappen en begrijpen dat ik geslaagd ben. Mm-hmm. En ik zat al met mijn theorie al voor het schermpje van helemaal huilen, helemaal in tranen van, ik ga toch niet slagen en toch ben ik geslaagd. Ja, ik heb het gezien, ik heb het ook op een mail. Mm-hmm. Maar ik kan het nog steeds niet bevatten en snappen dat ik geslaagd ben. Ja, oké. Nou, het komt ervan dat jij perfectionistisch bent. Ja, heel erg. Dat betekent dus dat je van jezelf geen fouten mag maken. Nee, dat klopt. Van het CBR zegt van nou, we staan toe dat je niet alles in één keer snapt, begrijpt. Omdat het soms strikvragen zijn. Mm-hmm. Nadenkvragen, even dat je niet snel genoeg een beslissing kan nemen van wat is nou het goede antwoord. Mm-hmm. Daar bouwen wij een marge voor in. Dat ja. mag je fout hebben, dan ben je alsnog geslaagd. Mm-hmm. Ja, maar alsnog, weet je, ik
ergens in mijn achterhoofd weet ik wel dat ik geslaagd ben. Mm-hmm. Weet ik, maar ik kan het gewoon niet bevatten. Hoe dan? Ik snap het niet. Ik ben er 9 jaar ermee bezig geweest, zeg maar. Auto, rijles en bij Schippers. Ja, je bent er nog niet aan toe. Nou, je weet het zelf en met dat boekje. Mm-hmm. En de hele tijd werken. Mm-hmm. Fly over, dat was leuk, gezellig. Maar dat was ook niet echt. En een progressie... hoe zeg dat al? Met mooi woord? Hè? Voortgang. Voortgang in. En ik ben met heel veel overleg met jou veranderd weer even van rijschool. Mm-hmm. Omdat ik toch wou gaan slagen. Mm-hmm. Dus ben ik verhuisd van flyover naar A-klasse. Een topschool. Echt? Hoe dan? En één keer een proefles en ik krijg de vraag van, heb jij je een papiertje al? Een papiertje, wat bedoel je? Ja, je theorie? Nee. Nou, dan moet je die verdorie nou eens een keertje even snel gaan halen. Dus ik heb even twee lesjes nog zo gehad. En ik ben gewoon eigenlijk al heel veel eigenlijk en bij de theorie aanwezig geweest. Online. Mm-hmm. Ik ben niet eens in de klas aanwezig geweest. Ik heb ook gewoon vaak mijn cam uitgehad en ik ben gewoon bezig geweest in het huis, zeg maar. Maar ik hoorde wel alles. Mm-hmm. En toch ben ik er geslaagd. Ik snap het niet. Daarom zeg ik al, ik weet dat ik er geslaagd ben, maar... Het is moeilijk te bevatten. Juist. Ik kan het niet bevatten. Ik kan wel zeggen, ik begrijp het niet. En ook dat eigenlijk wel een beetje. Omdat mm-hmm. ik zo lang daarmee bezig ben. Ik kreeg 1 rijles cadeau. Mm-hmm. Van meneer X, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Voordat ik een naam noem en ik krijg weer een politie over de vloer. Heb ik geen zin in. Dus meneer X. Mm-hmm. En dan 9 jaar, bijna 9 jaar later. Want ik kreeg het dus voor mijn verjaardag. Dus naar mijn verjaardag zoiets. Ja, na je verjaardag, niet voor je verjaardag. Ik kan het zo terugkijken op Facebook, want toen heb ik een foto van een auto gemaakt, dus mm-hmm. aan de binnenkant toen. En dat was de eerste keer rijles. Mm-hmm. Dus, maar alsnog, mm-hmm. dan ben ik 9 jaar ermee bezig geweest. En dan nu bij A-klasse, hij zegt van, joh, ga het halen. En ik haal het in 1 keer. Mm-hmm. En waarom moet ik dan nu al zo tranen in mijn ogen hebben dat en dat huilen? Mijn naden staat en dan lachen. Van oké, red ik het wel? Haal ik het wel? Ja, je hebt dus eerst... Weet je, en dan ook weer die pijn er weer bij, weet je. Ik wil gewoon eens een keer gewoon pijnvrij leven, weet je. Dus het komt allemaal weer met elkaar. De misselijkheid er weer bij. Ik word er gewoon een beetje gek van. Ik word er moe van. Ik ben het zat. Ja, ik ben gewoon die pijn en dan ben ik zat, ja. Ja, en dan zijn er kinderen, mensen en die er langer mee leven, die snap ik helemaal voorkomen, maar ik ken het. Het is gewoon even allemaal op en op en op en op. Opstapeling van feiten. Ja. Ja. Maar hoe zou jij ermee omgaan? Jij hebt geen pijn, maar... Als ik nu al inadem, hier, precies hier, dan krijg ik een steek, denk oké, dat is niet helemaal lekker. Nee. Maar lopen, dat en dat doet me nog niet zoveel zeer. Ja, oké, alleen het bukken, dat ik net in de winkel zei bij de kringloop van oké, het is nog een wonder en dat ik een beetje nog zo kan zitten. Mm-hmm. Het is niet fijn, maar alsnog. Mm-hmm. Ik ben ook zelfs gisteren gewoon... op de bank weer even in slaap gepleurd en totdat mama mij wakker belde. Dus. Wakker bellen. Ach ja. Maar oké, wij gaan een huis rijden, mensen, want ik ben al bijna iets van 8 minuten aan het lullen. Het is mooi geweest. Tot straks. Yeah.
is groen. En wat betekent dat? Dat heet doorrijden. Wachten met je Seat Ateca. Nou, alles moet ik even doen vandaag. Dat ga ik ook doen. En ik ga ook opruimen. Kijk, hier hebben we Beauty. Daar hebben we Lady en daar hebben we Loffie. Kom eens hier. Kom eens op je stoel dan. Nou, daar gaat mijn schatje. Dag schat. Waar is Gezelli? En hij gaat lekker nu naar huis. Gaat hij lekker slapen? Ja. Tjonge nog aan toe. Loffie hier. Loffie hier. Bij mama. Hij is aan de kant. Kom hier, balletje hier. Nee, los. Los! Los! Zo, de meiden hebben nog eventjes een stuk pizza van me gekregen. Deze is nog van zaterdag, ja. Lekkere pizza, tonijn met uien. Ja, tonijn met uien, ja. Echt wel. En ik ga morgen eens kijken en bij de mal hoe duur het daar is als ik daar een pizza met tonijn en uien ga doen. Ja, en misschien nog wat extra's erbij. Lekker, ik heb daar gewoon zin in morgen. Ja, pizza van de mal. Hey. Die wordt namelijk lekker vers gemaakt. Ja. Echt wel. Lekker leed. Hi Loffie. Was het lekker? Nee, 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 nee. Dat is niet van jou. Loffie, nee. Nee. Ja, ik ga zo met jullie. Ja, mee mooi. Nee. Nee. Dat is van Lady namelijk. Is het ook lekker bij jou en de pizza, Beauty? Hey? Dit is voor het eerst en dat je pizza krijgt. Nou mag je dat andere pakken. Juist, goed, zo. Nee, dat is van je zus. En je zussen die geniet er ook van zo te zien. En jij bent als eerste en die het op heeft. Mevrouw Schooier. Hoi. Ja, ja, ja. Ja, mevrouw Schooiertje. Hè? Ja. En waarschijnlijk, en dan krijg ik nu allemaal weer reacties. Ja, maar pizza is niet goed voor je hond. Dat bepaal ik lekker zelf. Ja. Nee, Loffie, dat is van je zus. Je hebt gehad. En dat jij snel een vreet, daar kan ik niks aan doen. In de gang en daar ligt nog een hoop brokken. Ja, maar dit is lekkerder. Normaal eten. Vrouwtje, dat is lekkerder. Ja,
Weet je wat? Je kan me de kont kiezen. Neem maar mee. Kom, pakken. Kom, kom, pakken. Pak je stok. Ja, goed zo. Ja, neem maar mee. Pak je stok. Ja. Goed zo, hoor. Ja, heb jij je stok, wijfie? Dus, ja, ik ga deze vlog lekker afsluiten, jongens. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. Dat is toch wat je wil. Elke dag om 14:00 in de middag. Om 14:00. Elke dag. Een leuke video online. Zou ik zeggen. Druk op het belletje, dan blijf je op de hoogte. Heb je 5 seconden voor. 1, 2, 3, 4 en 5. Hey, welkom. Dan zou ik zeggen, doe het duimpje omhoog en laat gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey, ciao. Doei doei.